Het ontwateringsprobleem van Paramaribo Centrum moet straks definitief tot het verleden gaan behoren. Dit zegt districtscommissaris van Paramaribo Noordoost Ricardo Bolla. Hij sprak journalisten vandaag tijdens een persmoment in het kader van de werkzaamheden die binnenkort zullen aanvangen aan de waterkant ter hoogte van de oude veersteiger. Dat er prachtige, goede voetpaden gaan komen en dat we dit hele gebied eigenlijk een nieuwe facelift geven, zodat het prettig zal zijn voor alle mensen. Mensen die hier dagelijks naar de Vreedzaammarkt komen, naar de Centrale Markt. Mensen die hier ons land bezoeken, de toeristen natuurlijk, want daar doen we het natuurlijk ook voor. En ik hoop met de activiteiten die binnenkort zullen plaatsvinden, en dat is een samenwerking tussen het ministerie van Openbare Werken en de ondernemer. Dat is een, wat we noemen PPP. Hè? En ik ben blij dat de ondernemers op dit moment in Suriname, dat zien we overal eigenlijk, hè, dat die een helpende hand bieden. De overheid doet veel, de regering doet haar best. Het is publieksgeheim dat de middelen niet voorradig zijn. Dus ik ben blij dat zij een helpende hand bieden. En wij nemen het met beide handen aan, deze hulp aangeboden aan ons. En wij willen heel graag dat dit stukje Paramaribo totaal, maar dan ook totaal verandert. Je krijgt een totale facelift. Bolla zegt verder dat er een groene strook aangelegd zal worden met planten. Ook komt er extra beveiliging en extra verlichting aan de waterkant, merkt Bolla op. Mark Chihung, manager van Hotel Royal Breeze, die in samenwerking met de staat is aangegaan, stelt de ontwateringsproblemen niet rooskleurig zijn. We zijn al heel lang bezig om dit voor elkaar te krijgen. Er komt een nieuw hotel, zoals jullie kunnen zien. Royal Breeze, het Royal Breeze Hotel. Om het hotel goed te kunnen bereiken voor de toeristen, voor de lokalen, om dit stukje vergeten Paramaribo goed begaanbaar te maken, moet het aangepakt worden. We hebben eindelijk akkoord gekregen een paar weken geleden. Aangezien het nu kleine regentijd is, gaan wij gefaseerd moeten werken. Dus we gaan beginnen het waterprobleem op te lossen, nieuwe kokers plaatsen en gaandeweg nieuwe parkeerhavens creëren, nieuwe verlichting, beveiliging, nieuw trottoir en alles goed, veilig en begaanbaar maken. Marktmeester Anil Danai zegt dat er enige tijd geleden gesprekken met de minister van Openbare Werken zijn gevoerd over het ontwateringsprobleem. Deze kwestie is al jaren een obstakel. De bedoeling is, volgens Danai, dat er een duurzame aanpak komt, zodat vooral de waterkant en de markt er veel beter kunnen uitzien.